Zes. Noem eens even verhaal wat die muur zou kunnen vertellen. Nou, de mindere momenten van een gezin. Ja, vervelende dingen. Noem eens eentje welke je waar je aan dacht. Oneenigheid tussen mijn vader en mijn moeder bijvoorbeeld. Of is je ook beschreven? Hoe heb je jezelf? Ik kan me voorstellen als je op een gegeven moment zo eerlijk mogelijk wil zijn. Ja. Dat je misschien bijvoorbeeld toch wel jezelf misschien niet ontziet, maar wel je vader, moeder en oh, absoluut, en absoluut. Want ik wil het ook meteen koppelen aan het verhaal van, het is typisch een menselijk verhaal, weet je wel. Ik bedoel, en dat zijn, het leven is altijd, vind ik, een resultante van ups en downs. En ik moet zeggen dat ik een fantastische jeugd heb gehad. Ik was ook een ontzettend verwend ventje en ik kwam uit een milieu waar het allemaal best kon en allemaal best mogelijk was. Dus ik ben een heel bevoorrecht mens altijd geweest. Maar ook daar zaten haken en ogen zijn. Misschien de tol van een carrière, van een vader. Maar die mensen heb ik goed in gedachten, daar kan ik over spreken. En dat huis is een geschiedenis voor mij. Daar hebben zich hele belangrijke dingen in mijn leven afgespeeld. Leeft jouw vader nog? Nee. Die is in 1980 overleden. Vrij jong, dus denk ik. 68. Hartfalen. En was op de Koninginnedag. Het was voor ons net zo'n heftige dag als 30 april 1980 hier in Amsterdam. Die dag was het. En toen heeft hij nog een maand in het ziekenhuis gelegen. En toen zat die medische wetenschap was niet zo ver als dat hij nu is. Maar toen had je wel een dokter van de Schaar. Maar ik heb toen meegemaakt dat in zo'n ziekenhuis gezegd werd van ja, hij is afgeschreven, want hij is te oud. We kunnen hem niet naar Houston transporteren. Dus dat werd allemaal zonder blikken en blozen werd dat even neergelegd. En toen moest hij het op eigen kracht doen en toen was hij er snel doorheen. Wat zou hij hebben gezegd van dit? Ik denk dat hij ook heel gelukkig was geweest met... Want hij is overleden voordat jij gestopt was met de muziek. Ja, toen had ik nog een bandje. Toen zat ik in dat Double Grand verhaal. Maar hij was een hele klassieke man. Hij hield van klassieke muziek, maar ja, hij was ook wel de leverancier achteraf van instrumenten en alles. Hele liberale man, zeker. En wat heb je gemeen met Gregory Hemingway? Vroeg ik me af. Ja, dat is een hele goeie. Het was mijn eerste nummer overigens. En wat ik er gemeen mee heb is dat ik me altijd in mijn leven aangetrokken heb gevoeld tot dat buitenbeentje weer. Die outcast, die mensen die tegen de stroom in durven te roeien. Ik bedoel, als ik iets heb waar ik me niet mee zou willen adviseren, is met die massa die maar meedijnt de hele dag. Ja, en de moraal van dit verhaal is gewoon, je zult maar de pech hebben dat je een kind bent van een genie. Greg Hemingway was de oudste zoon van Ernest Hemingway. En dat was de stamhouder. En die jongen die zou vanaf het eerste moment, zou die opgevoed worden, of moest die opgevoed worden als een All-American boy. Hij moest een marksman worden, hij moest een vent zijn in ieder geval. Omdat die ouwe was ook een vent. Ging achter de wijven aan en zoop zich helemaal klem en noem het maar op. Maar blijkt die Greg nou toevallig een hele kwetsbare, gevoelige jongen te zijn, die een voorkeur had voor damesondergoed. En met name het ondergoed van zijn moeder. En toen ik dat verhaal las, en dat was een verhaal uit de Rolling Stone, want als ik dan weer eens een paar weken op vakantie ga, dan neem ik altijd de muziekbladen mee, maar toen ik dat blad las, toen werd ik meteen van, ja, je moet een onderwerp hebben, maar ik vond het zo'n verdomd fascinerend onderwerp, dat ik zeg van nou, ik probeer toch die lijdensweg van die knaap, ja, want hij is een 98, hebben ze een plat gereden ergens in Los Angeles, maar dat gevecht tussen die ouwe en die Greg, dat aantrekken, dat afstoten, continu die wisselwerking, dat extreme verhaal van elkaar houden en haten. En altijd die extreme. Maar ja, goed, heb ik toen gelezen dat verhaal. Hij is medicijnen gaan studeren, latere leeftijd. En hij heeft,
uiteindelijk. Is hij 4, 5 getrouwd geweest? Ja, hij is getrouwd geweest. Maar hij was een travestietenfan. Het was een alcoholist. Het was een schilderachtig verhaal. Maar een kanjer van een vent. Nou ja, goed. En uiteindelijk, dat vond ik een onderwerp. Wat ik fantastisch vond. Ik heb zijn weduwe. Heb ik gemaild en geschreven. Welke weduwe? Oh, die... Dat zijn de vrouw van Greg. Ja. En ik heb het opgestuurd naar haar. Ze woont ergens in Iowa. Woont ze. Maar dat vond ik zo'n geweldig verhaal. En dat kun je ook vergelijken met die Julian Lennon van John Lennon. En ik vond het wel een onderwerp. Ik bij mezelf denk van ja, je zou maar de botte pech hebben. Ja. Maar dat had dus zeg maar niks. Nee, je had er niets. Je voelde erin geen herkenning met je eigen leven. Nee, want ik heb geen schade ondervonden. Nee, absoluut niet. Nee.